Goedendag, dames en heren, crypto traders. Mijn naam is Jan Opschrift van Crypto Academy. Vandaag wil ik even een rondje langs de velden maken en ook wat er gebeurd is op de cryptomarkten. We zien een heel mooi overview van de cryptomarkt van de afgelopen 7 dagen. Daarin zien we ook dat Bitcoin de boventoon voert met een plus van meer dan een 25%. Meer een kwart erbij, dus best wel aanzienlijk. Nu is Bitcoin aanbeland op het hoogste niveau sinds juni, meen ik, vorig jaar. En Ethereum doet het een klein stukje minder goed. 10% erbij ongeveer afgelopen 7 dagen. BNB, exchange coin van Binance, die is bijna 15% gestegen afgelopen 7 dagen. Betekent dus dat ook de dominance van Bitcoin is toegenomen tot richting de 50% inmiddels alweer. Dus dat is best wel aanzienlijk. Als we naar de total market overview gaan kijken. Het belangrijkste is dat het aantal crypto's zijn richting de 23.000 gekropen. Waarbij je eigenlijk kunt zeggen dat er met twee die altcoins, drie coins in de top 10, dat die gewoon de dienst uitmaken. Market cap is blijft hangen rond de 1,16. 1,16 trillion, dus 1163 miljard. En we zien dus ook dat Bitcoin heeft een market cap nu van iets van 500 miljard. Bitcoin, die steekt gewoon met kop en schouders bovenuit. Ethereum iets kleiner, 200 miljard. Waarbij dus BNB Tether op de voet volgt. Tether is ook de USD, de stablecoin. Waarbij dus BNB XRP ruime afstand, gepaste afstand volgen. De total market cap is dan niet in geslaagd om een niveau van de zomermaanden, zie ik, augustus te overschrijden. En daar is nog iets te zwak voor. We zien ook een kleine terugtrekkende beweging vanaf die grens rond 1100 miljard. Maar desniettemin is een aanzet gegeven. We zien dus ook dat in één rechte lijn omhoog is gegaan. En dat heeft ook meer te maken, denk ik, met de Bitcoin. Ja, want die Bitcoin dominance hebben we aangegeven, die is richting de 50% gegaan. En dat zien we ook richting de juni highs. En ook begin of eind 2000, de zomermaanden, eind 2021. En wat betekent dat eigenlijk voor de Bitcoin koers zelf? De Bitcoin-koers zelf heeft eindelijk de augustus high doorbroken en is eigenlijk aanbeland tot het breakout level van wanneer was dat? Augustus. Die heeft hij doorbroken. Nee, februari, begin vorig jaar. En zie je, en de breakout level en naar beneden toe, dat was echt in mei. Dat was in Terra Luna-periode. Dat was ook echt een drama natuurlijk. Maar daar zie je dus ook wat bewegingen in komen. En het lijkt erop alsof toch Bitcoin flight to safety laat zien. Dat ziet er ook naar uit. En dat is natuurlijk ook wel zo. Want er wordt ook wel een soort digitaal goud aangemerkt. Dus ik ben benieuwd of dat nu ook doorzet. Maar goed, we zijn dus richting de breakout levels gekomen van van de val van vorig jaar. Ik vraag me af of dat ook in één keer door wordt gezet, die Bitcoin. Maar in ieder geval is er ruimte wat richting de 30.000. Dus ik verwacht ook een klein terugvalletje terug ook niet uit. Nou, de Bitcoin-dominance hebben we aangegeven. 47% hebben we nog bijna 20% voor Ethereum. Die doet het iets minder. En dat zie je ook aan de koersbeweging. Dat de augustus zijn nog lang niet is uitgebroken. En de $2000 grenzen rond getal in Ethereum. Ja, dat spreekt wel het boekdelen dat dat nog steeds als een zwaard boven de markt hangt. Dus dat is een belangrijk aspect. Dus $2000 is een belangrijk eikpuntje om naar te kijken. Breekt er daar doorheen, dan zouden we nog wel richting die 1000 kunnen gaan. Maar goed, dat is misschien een beetje wensdenken. Een beetje luchtfietserij voor in de toekomst. Laten we eerst zorgen dat die weerstand van 2000 wordt uitgenomen. Gaan we kijken naar de Fear and Greed indexen. Dat is namelijk van Alternative Me. Of die ook een beetje is toegenomen. En de Fear and Greed index, die zien we dus wel een beetje richting de greed aan gaan. Maar het is meer
heeft meer te maken met Bitcoin, meen ik. Want de meeste altcoins zijn een beetje onder, ja, onder blijven liggen. Dus dat is mooi. En dus dat is een belangrijke. En dan gaan we graag kijken naar die ja, nieuws, zeg maar, in het afgelopen week. Dat was natuurlijk om een Silicon Valley Bank. Silvergate al veel eerder. En ook dat we een aantal Amerikaanse, vooral startup banks, ook hebben gezien dat die ja, gered werden. Niet, maar ze werden dus half gered, zeg maar. Alleen de depositors die werden toen gecompenseerd. En nu ook laatste nieuws was natuurlijk Credit Suisse dat die het loodje legde. Dat was een jarenlang een zombiebank wat dat betreft. En nou, wat wel interessant was om te zien is dat FD had een leuk artikel over de COCO's. Contingents, convertibles. En nou, dat die dus niet werden ja, dat die dus niet werden gecompenseerd. En sterker nog, de aandeelhouders ook niet, maar zij ook niet. En er werd gewoon de rekening werd neergelegd bij de obligatiehouders. En waren ze not amused. Behoorlijke schok natuurlijk ook, wat er is gebeurd. Maar goed, we zien ze ook bij Zwitserland zien over omvallen zombie Credit Suisse. Ook de belastingbetalers moesten in de bres springen. Dus dat geeft allemaal geen ja, vertrouwen in de markt, maar wat wel vertrouwen biedt natuurlijk in de Bitcoin. En gaan we kijken of dan bij Bitcoin Treasuries ook nog meer Bitcoin zijn toegevoegd in het portfolio. Afgelopen weken en maanden zagen we dus geen beweging in de markt. En zien we nu dus ook een beetje ja, dat het aantal Bitcoins blijft. Portfolios van de grotere, daar zien we geen beweging in. Zou ik wel haast verwachten dat we daar ook meer beweging in zien. Maar wat kunnen we nog verwachten voor de komende tijd eigenlijk qua Bitcoin-beweging? Ik denk dat we de Bitcoin-stabilisatie rond de 30.000 kunnen verwachten. En dat we dan ook eigenlijk wel zien dat de altcoins meer en meer ook de boventoon gaan voeren. Alleen daar is nog iets nog, ja, ietsjes te vroeg voor. Als we dan even kijken tot slot dus de Coin360. Als we de afgelopen dag gaan kijken. Dan zien we dus dat grosso modo de markt heen en weer zwiept. Aan de hand van de Bitcoin. Dus als we dus straks gaan zien dat de alts ook iets beter blijven liggen. En dan zien we dus ook dat de Bitcoin ook de voor... Ja, de grootste karttrekker is nog steeds van de cryptomarkt. Zal niet zo heel lang, althans, zal niet zo heel snel zijn of haar marktdominantie zal die dat gaan weggeven. Nou, wat ook wel een interessant is, wat ik nog net heb opgevangen, is over de CBDC's in Florida. Een of andere ja, kandidaat voor de Grand Old Party, GOP, die zei: bij ons komt de CBDC niet aan bod. Hè. Die krijgt geen voet aan de grond. Dus dat is op zich wel een interessante tot slot is, omdat mensen ook wel denken, ja, de CBDC's, wat gebeurt er allemaal mee? Maar in Amerika is nog geen gelopen race dat de CBDC daar ook voet aan de grond krijgt. Want Florida Governor Ron DeSantis proposed banning the use of the central bank digital currency as money in the state's commercial codes. Ja, dat is wel een belangrijk statement eigenlijk vanuit Florida. Dus ik ben benieuwd of dat ook op geld gaat doen. Maar goed, we gaan het meemaken. We hebben ook in ons boek natuurlijk CBDC behandeld in CrypTrader van ambitieuze beginners of CrypTrader voor ambitious beginners. Dus dat is interessant ook. Dat is namelijk op bladzijde